Veel mensen naar ons toegekomen met heel veel verschillende problemen. Van openbare ordeproblemen naar ruimtelijke ordeningsproblemen. Maar ook heel veel situaties rondom armoede of dreigende armoede. Hè, rondom die energietoeslag veel vragen gehad. Bij de kringloopwinkels, bij de voedselbanken zien mensen dat de toeloop en de toename enorm is. Dat het beroep dat op ze wordt gedaan groot is. Dus de vrees bij iedereen dat het nog erger gaat worden als het gaat om mensen die in armoede leven dan nu al het geval is. Dat overheerst er wel. Alle werkbezoeken waren erg interessant. We hebben met heel veel mensen gesproken. Wat me opviel bij de werkbezoeken die ik zelf heb gedaan. Dat was het enthousiasme waarmee we zijn ontvangen. En ook wel ja, waar we wat voor elkaar kunnen betekenen. Ik heb gepraat met de GGD. Dat ging over informatie geven aan burgers in de situaties rondom corona. Gesproken met het antidiscriminatievoorzieningen in Arnhem. Waar kunnen wij met ons rapport verkleurde beelden toegevoegde waarde hebben voor jullie? Wat kunnen jullie voor ons betekenen? Nou, dat soort dingen, daar heb ik erg van genoten. En ze zijn ook voor iedereen, want we waren met z'n dertigen, voor iedereen denk ik heel erg waardevol.